Mijn naam is Rani Grozius en mijn favoriete discipline is sprint. Als 10-jarige was ik eigenlijk echt nog druk bezig met turnen en dacht ik wel dat daar wat toekomst in lag. Op 14 ben ik dan overgeschakeld naar atletiek en ik dacht dat dat iets vrijer ging zijn dan turnen en minder topsport. En uiteindelijk is het nog meer topsport geworden en toch meer werk dan ik had gedacht. Ja, ik ben in vorm, ik voel me goed en op naar meer. Ja, ik ben het meest trots op nu het indoor kampioenschap. Dat was het Europees kampioenschap voor de senioren waar ik nu vierde op geworden ben. Twee Belgen, benieuwd hoe ver ze hier komen. Dat was iets wat ik niet verwachtte. Ik ging normaal gezien naar daar als een, ik ga halve finale misschien lopen. Finale is als het heel, heel, heel goed gaat. Omdat we ook met 6 man rond dezelfde tijd zaten. Om dan finale te lopen en dan nog vierde te worden en echt niet ver van echt die toppers af te zitten, dat was wel echt iets heel mooi. Kampuntje goed weg. Rozius speelt mee. Rozius speelt mee. Neem vierde plaats, Rani Rozius. Hier nog eens de race. De start was echt goed. Ik voelde me echt meegaan met de rest. En op 7 seconden ben je aangekomen. Dus je hebt nu heel veel tijd om na te denken op een 60 meter. Maar ja, ineens was ik aangekomen. Ik was echt niet ver van de rest. Ik was echt zo dichtbij. Ik dacht, dat gaat echt wel een heel goede tijd zijn. En dan kwam mijn tijd op het scherm en ik heb echt gewoon geschreeuwd van geluk en direct Delphine om haar armen gevlogen. En ook Eva Svoboda, dat was echt wel iemand waar ik op dat moment echt wel close mee geworden was. En ze zei ook van, amai, je hebt dat wel echt heel goed gedaan en dat was wel leuk. Ja, een zeer mooie dag voor de Belgische atletiek. Ik had gehoopt op het beste en het beste was het finale en meedoen gewoon. En we zien wel, maar vierde worden en met 15, nog niet eens met een tijd van die ver ligt van de top 3. Ik ben niet zo ver, kom maar. Het was echt gewoon echt heel leuk. Ik ben altijd wel een beetje bezig met voorkomen en een beetje verzorgd gewoon eruit zien. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gezien als dit is alles wat mensen zien. Ik hoopte altijd dat mensen mij ook zagen voor mijn prestaties. En dat heb ik nu eigenlijk wel duidelijk gemaakt met die 60 meter indoor. Dat ik echt wel er kan staan als echt een atleet en niet zomaar als het poppenmieke van Genk. Dus gewoon elk jaar de geplande vooruitgang maken en dan zien we wel. Sinds ik scholier was, is opa eigenlijk begonnen met de tijden van Kim Gerard en van mij te vergelijken en echt kijken van hoe ver zij zat op mijn leeftijd toen en elk jaar eigenlijk kijken van wat was haar persoonlijk best op dat moment. En toen zei hij van je zit er eigenlijk echt niet ver vanaf en misschien kun je ooit wel zo snel worden als zij is geweest. Ik weet dat zij echt een heel goede starter was en dat haar laatste stuk eigenlijk een werkpunt was. Bij mij is het net omgekeerd. Mijn start is wel een werkpunt waar ik echt al veel in vordering heb gemaakt. En mijn laatste stuk is eigenlijk altijd goed en kan ik echt nog doortrekken. Vroeger keek ik naar dat Belgisch record als in dat is een tijd, als ik er ooit in de buurt van ga komen, is het al echt heel goed. Maar nu ondertussen zie ik dat echt als iets van, misschien is dat echt wel haalbaar. Misschien is dat echt wel een tijd die ik ook kan halen en kan ik wel nog grote stappen zetten. Ik vind nog altijd dat de topsprinter bij de vrouwen Shelly-Ann Fraser-Pryce is. Ik vind haar gewoon geweldig omdat ze ook gewoon zo gewoon is. Ze babbelt met mensen, ze lacht, ze is vriendelijk tegen iedereen. Ik denk dat je de vergelijking Rani Rozius met Shelly-Ann Fraser-Pryce, dat je die eigenlijk nog niet kunt maken, omdat ik nog zo ver ben van haar prestaties. Ik loop 11:20, wat zij op dit moment loopt, dus 10 in de 70, in de 60 misschien. Ja, haar start, haar reactie, dat is gewoon iets waar ik nog van kan dromen. Ze is ook super sterk. Ik denk dat haar been gewoon al nog 1,5 keer mijn been is. Dus gewoon die kracht, die pure kracht, die heb ik nog niet en die moet ik echt nog bijwinnen. En ze is gewoon een super fijne vrouw. Gewoon, ze staat gewoon met haar voeten op de grond. Ze zweeft niet ergens rond. Als in, ik ben hier de beste, kijk naar mij. Ja, ze is gewoon een gewone meid. Shelly-Ann Fraser-Pryce, quite spectacular there. And the placetime, Thompson Herra, 10:64. Dat wereldrecord komt echt wel dichter en dichterbij bij de sprintvrouwen. Vroeger was dat zo'n record waar iedereen naar keek en dacht, dat gaat nooit meer verbeterd worden. En nu, sinds ook de nieuwe spikes er ondertussen zijn, is dat wel iets wat in de buurt komt. Nu zijn sprinters echt al gemakkelijker, bij wijze van spreken, onder die 11 en tuiken en nog een stuk. Ja,
gewoon sneller zijn aan het worden. Ik denk wel dat dat ooit nog gaat gebroken worden. Of dat de komende jaren is, geen idee. Maar ik denk wel dat het haalbaar is. Ik denk dat ik ondertussen 4 keer de Memorial heb gelopen. Ook 2 keer daarvan is toen ik nog scholier was. Zelf echt meegedaan in het hoofdprogramma is 2 keer. Nu 1 keer op de 100 meter en 1 keer op de 200 meter. Dan zitten we bij Rani Rozius, 21 jaar nog maar. Ja, lacht ook altijd. Ja, geniet ervan. Toch wel de belofte in de sprint in België. De sfeer op een Ironman Memorial van Damme is echt wel... Ja, dat kun je niet vergelijken met gewoon een andere wedstrijd. Bijvoorbeeld het Belgisch kampioenschap is ook op de Heizel, is ook in dat stadion. Maar dan zit er nog niet 1/10, denk ik, van het volk wat er is op de Memorial. Dat is gewoon zo overweldigend. Je hebt zoveel mensen die naar je aan het kijken zijn. En zoveel mensen die mij kenden en die mijn naam kenden en die mijn naam aan het roepen waren, zelfs voordat de wedstrijd begon. Dat was ja, een gevoel van, amai, dat is... Al die ogen zijn op mij gericht. Al die mensen staan hier nu te wachten op een prestatie van mij. Dat is een gevoel wat, wat geweldig is. De sfeer op de Ironman Memorial van Damme is echt iets om niet te missen. Op 8 september gaat deze wedstrijd door op de Heizel. En het is gewoon een hele beleving. Het is zoveel sfeer, zoveel volk, zoveel hoogstaande wedstrijden die je niet moet missen.